De plaat is mooi warm. En dat is ideaal om bijvoorbeeld mosseltjes klaar te maken. Rechtstreeks op de plaat. Door de hitte van de plaat gaan uiteraard de mosseltjes openkomen en gaan een beetje van hun vocht verliezen. En dat vocht verandert in stoom, waardoor ze nog sneller warm worden en sneller zullen garen. Je kan nog wat lekkere smaakstoffen toevoegen. In dit geval een beetje knoflook en ui. Wat paprika reepjes. En wat zwarte peper van de molen. Lekkere olijfolie is uiteraard ook een smaakmaker. Maar door de olie ontstaat er nog meer hitte. Dat hoor je trouwens ook. Dan versnel je het garingsproces. En dat is eigenlijk ideaal voor bij mosseltjes. De olie is mooi doorgelopen naar het einde van de vuring. En van mij weg ga ik flamberen. Wanneer je het nog een beetje sneller wil laten gaan, kan je ook een stolp gebruiken. En uiteraard blijven dan de aroma's en de sappen er mooi in. De stolp is ook super handig om dan de mosseltjes in een schaal te laten glijden. Presenteer de mosseltjes op de vuring, zo blijven ze lekker warm en nodig je gasten uit om ze hier te komen opeten.